Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze zesde aflevering van Farming Simulator 2015. Dit is de eerste aflevering met commentaar. Of verslag, hoe je dat ook wilt noemen. Nou, we gaan eventjes nog een paar balen hierbij bij opladen. En dan kan die daarna naar het bedrijf. Ik heb het er ook wel over gehad dat ik hem echt wel aan de overkant van de weg kon brengen, de wagen. Om daar vervolgens de balen eraf te laden. Doe ik niet, ik breng ze nu gelijk naar de boerderij zelf toe. Ja, dat is bal nummer 1. De eerste drie afleveringen werd er voornamelijk mais gehakseld. Dat is naar de bio-installatie toegebracht. In de vierde aflevering is dat verkocht en is er een begin gemaakt aan de graanoogst. Dat is in de vorige aflevering helemaal afgerond. Nou, nu gaan we even de laatste baal op de wagen laden en dan vervolgens naar de boerderij toe brengen om ze daar af te laden. Vervolgens gaan we gelijk eventjes wat koeien aanschaffen om vaste mest te gaan produceren. En drijfmest, want op de boerderij kun je het allebei produceren. Bij de bio-installatie heb ik alleen drijfmest geproduceerd. Deze map speel ik ook zonder video's op te nemen. En daarin ben ik al bezig met suikerbieten rooien. Daar was een grote vraag naar. En op zich, dat levert best wel wat op. Wel, elke keer als ik een lading vol had, heb ik hem leeggekiept in de kiepwagen die ik voor deze graanoogst heb gebruikt. Het heeft een mooi beetje opgeleverd, want in die map zit ik nu op 406.000 euro. Daar kan ik in deze map ook van naartoe komen. Dan zou ik de rest van al mijn bio-kelven moeten verkopen. Dan kom ik misschien nog zelfs wel verder. Ik weet zo 1, 2, 3 niet hoe ver dat die is. Ik dacht wel een aardig eindje nog aan de juiste kant van de 50%. Dus richting een goede 60 of 70% dat hij nog vol zat. Precies weet ik het niet. Kunnen we straks nog wel even kijken, eventueel. Als ik eraan denk. Even deze erop plaatsen. Even kijken. Ik denk dat ze van hier aan de achterkant iets opschorten. Dat er zelfs een paar banen extra kwijt kunnen. Dat zal op zich wel makkelijk zijn. En als ik straks de weg op ga, heb ik best kans dat alle banen gaan rollen. Wat dat betreft zit er een vreemd effect aan die balen. Oh, dat gaat mis. Even kijken. Kan er juist inprikken. Niet inprikken, maar er tegenaan zetten. Nou, zoals je ziet, er kan nog een zat een baal extra op, want we kunnen de balen mooi opschuiven. Dat ga ik ook met die rechterkant doen. Ik hoop dat het goed gaat en dat de balen er niet af worden gedrukt. Met de druk die erop komt te staan als je ze gaat opschuiven. Dat zal jammer zijn. Het is een beetje precisiewerk, want ik moet er precies goed achter de bal zitten.
Is dat niet het geval, dan gaat het mis. En gaat het dan mis? De bal die erachter ligt, die vooral lichtjes opgedrukt werd, een bepaalde druk. Even kijken. Nu gaat het beter. Oh, kijk aan. Er kunnen zelfs nog een paar balen extra op. Die zal ik eerst even bij gaan passen. Dan doen we deze same footage. 190. Die gaat bij 88% gaat die piepen. Dus dat betekent dat hij dan bijna vol zit. Als je nu hoort, bij elke testwagen hetzelfde. Nou, ik heb dus voor deze Koen VB 2190 gekozen. Dit is het goedkoopste dat ik nu tot mijn beschikking heb. Ik ga toch een beetje zuinig aan doen met het budget wat ik nu heb. Ik kan het straks goed gebruiken om nieuwe verbeterde voertuigen, materialen aan te schaffen en ook om straks extra veel aan te schaffen. Ja, als ik dan straks wat extra balen heb, dus nu, en ik heb ze op de wagen geladen en naar de boerderij toegebracht, dan ga ik er ook een paar aanschaffen. De kans is ook al meestal dat ik dan wat extra kelvin ga verkopen, zodat ik een hoger budget ga krijgen. Waardoor ik iets meer koeien kan aanschaffen als dat ik eigenlijk wel doe. Daardoor wordt het proces van de vaste mest ook sneller doorgezet. Ik heb de tijd nu op 1 staan, zoals je rechts boven het beeld ziet. Dat doe ik bewust, want als ik op 5 zit, dan gaan de dagen wat sneller voorbij. Ik hoop dat die bal zometeen stil gaat liggen. Het zal niet fijn zijn als hij dat niet doet, want dan gaat hij helemaal naar beneden. Dan blijf ik altijd doorgaan. Ik hoop dat hij zometeen stopt. Wat ik in de komende aflevering ook ga doen is opnames gaan maken in het donker. Het nadeel daarvan is dat ik aan de binnenkant van de cabine van een trekker geen verlichting heb. In het begin zou ik zoveel mogelijk trekkers gaan gebruiken. Of trekkers en materialen van de site zelf van Farming Simulator 2015. Ik kan het ook wel zo doen dat ik mods gaan gebruiken die ik nu wel heb tot mijn beschikking. Maar dat ga ik niet doen, want dan ligt hij in de zwil. Dat gaat lekker. Want het doel van wat ik voor ogen heb van deze aflevering te maken is door zo'n map als deze. Die is dan wel niet van de game zelf. Van Farming Simulator 2015. Die kan wel downloaden. Maar ik wil eigenlijk laten zien om met verschillende mappen, dat je gewoon met de mods van het spel van Farming Simulator 2015 zelf door het hele proces heen kunt. Dan gaan we eens even deze bal opladen als dat tenminste wil. Waarschijnlijk één pin in de bal zou je weghalen. Neerzetten of opnieuw insteken. Recht volgen staan en dan erop nu steken. Zullen we hem gelijk even opladen op de wagen. Ik hoop dat hij. Oh, ik heb de pinnen scheef staan, nu zelfs recht.
kan ik hem er beter aanladen zoals je ziet. Ik kan hem goed op de vork zitten. Zoals om er nog eens een paar rijtjes met stro wegpensen. En vervolgens ga ik met deze wagen en al richting de boerderij. Om ze daar op te laden. Mijn excuus om ze daar weer van de wagen af te laden. Even kijken, gaat het goed zo? Ja, dat gaat goed. Nu gaan we even verder met de bessen. Ik ga eerst volgende bal weer. Wat ik ook ga doen, ik denk dat het in de volgende aflevering gaat gebeuren, is grasmaaien. Drie weilanden. Dan ga ik denk ik ook bio van maken. Om het budget nog verder omhoog te schroeven. Waardoor het straks nog makkelijker wordt om nieuwe trekkers en materialen te schaffen. Nou, als ik straks de weg op rijden, dan moet ik anders rijden als dat we hier in Nederland zijn gewend, namelijk aan de linkerkant van de weg, pas van aan de rechterkant van de weg. Nou, ik ben er zelf inmiddels wel een beetje aan gewend, omdat ik het ook speel zonder het op te nemen. De stukken land hier in het spel zijn, vind ik, vrij goedkoop. Vergeleken met andere mappen. En ik dat soms toch wel een beetje prijzig vind. Even kijken. Hier. En we gaan weer verder. Ik zal deze zweden even afmaken. Dan zal ik de laatste bal op de wagen plaatsen. En laat hem naar de boerderij toe brengen. Zoals u in de vorige aflevering hebt gezien, heb ik een steier bij de bio-installatie staan. Daar heb ik dan de eerste kelvoer mee verkocht. Dus dat ook blijven doen. Zoals u hebt gezien, heb ik in de eerste aflevering in Nieuw-Holland verkocht. Dat heb ik gedaan om deze C-Fortis 190 aan te schaffen. Deze C-Fortis had meer vermogen als de Nieuw-Holland. Dat had ik ook wel nodig. Ik wou eerst gaan hakselen met het Duits. Heb ik niet gedaan, dat heb ik met deze gedaan. Met deze C-Fortis, omdat hij gewoon veel meer vermogen heeft. Om tegen een berg te rijden. Een Duits die heeft er wel moeite mee. Zoals je ziet, hij rolt nog steeds. De strobaal. Dat heeft ermee te maken dat deze grond niet recht ligt. Kijken. Ja, dat gaat goed. Yo. Hij zit iets verkeerd aan de vork, zie ik. Dat zal betreffen dat hij, zoals u ziet, moeite mee heeft om hem af te krijgen. Yo.
Ruikt te ver, waardoor hij weer terug op de vork komt. Nou jongen, ga eraf. Nou helaas. Vanuit deze acties. Het is vrij irritant. Dit heb ik ook met het, vaak met het opladen van de balen. Als er een baal op de wagen wil liggen, heb ik vaak dat ze met elkaar meeschuiven. De balen die dan al op de wagen liggen. Nou, hopelijk wil het nu wel lukken. Ik vrees van niet, want die zit weer schuin in de bal. Zie ik nu. Oh nee, gaat toch wel goed. Gelukkig maar. Nou, dan gaan we de wagen achter de trekker koppelen. Eens even kijken, ik zat er niet helemaal recht voor, dus we moeten er eens weer even recht voor zetten. Ja, zoals je ziet gebruik ik ook hier een stuur. Vind ik wel zo fijn. Het gamet makkelijker als met de pijltjes op het toetsenbord. Ik zal even de zwaailichten opzetten. Nou, zoals je ziet, de balen rollen lekker op de wagen. Even kijken. Lekker een blubberbende hier. Ik zal even wachten op die auto. En op die, en die daar achteraan rijdt. Anders weet ik het wel, dan kom ik de weg nooit op als ik een fout maak. En die auto's die gaan niet voor je aan de kant. Die stoppen niet die lijn. Nou, hopelijk blijven de balen erop liggen. Nou, dan gaan we naar de boerderij toe. Om ze eraf te laden. Vervolgens gaan we gelijk even het koeien aanschaffen. Een klein wat het zijn. Dus, zie je. De balen liggen rond de wagen, maar niet echt heel erg stabiel. Ze rollen op en neer. Ik denk dat ik zelf ook even wat extra kelvoer bij de bio-installatie ga verkopen. Zodat ik iets meer koeien kan gaan aanschaffen. We gaan eens kijken of we vandaag nog een melding krijgen dat er een bepaald bedrijf of dingen op zoek is naar bepaalde graansoorten. Of eventueel aardappels of suikerbieten. Oh, ik heb er richting aan de baan staan. De balen rollen nog lekker uit. Wat ik nu ga doen is de steier ophalen. Die heb ik namelijk nodig om de balen weer af te halen, zoals je zult begrijpen. Ik hoor de richting alweer wel, maar ik zie hem niet in de display. Zo, gaan we daar nog weer aan trekken. Of een auto. Waarom wij dan? 2-3. Even kijken. Ja. Volgens mij ga ik hem wel aanstaan. Ja, niet meer. Nou, dit schiet lekker op. Hij rijdt niet echt heel erg lekker door. Waardoor ik mezelf ook flink met inhouden. Normaal gesproken kan hij een goede snelheid aanhalen, maar nu moet hij ze inhouden. Omdat hij er van achter zit. Ja, kom maar jongen, rij eens iets door.
Schud eens op, jongen. Ik heb beter nog niet. Wat ik trouwens niet weet is of ik hier op de bedrijfkel voor heb. Mocht ik dat niet hebben, dan kan het zijn dat ik even hiernaast dan een weilandje ga maaien. En even wat ronde banen gaan produceren. Nee, volgens mij heb ik nog geen ronde baan. Of kelvoer van mij. Ik zal eens even kijken. Nou, daar heb ik nog niks van, dat kan ook niet. Nee, daar heb ik niks van. Ik haal dat even een beetje door de war met de map die ik normaal ook speel, maar dan zonder het op te nemen. Dan ga ik deze semen even loskoppelen van de wagen. Dan ga ik even langs rijden. Om even de koe. De stroospuit erop te halen. Dat is dat, hè? Dat is wel lekker zo. Maar had ik het natuurlijk kunnen weten. Ik hoop trouwens dat ik de suikerbiet er naartoe heb gebracht. Het proces wat ik niet opneem, dat daar ook alle tarwe, graan en koolzaad heen gaat. Is dat niet het geval, dan is het mijn raad waar het wel heen mag. Ik heb nu ook een beste vraag die schuurdingen erom liggen, maar ik kan het niet kwijt. Want elk geel icoontje waar ik naartoe rijd is niet geschikt voor tarwe, gist of koolzaad. Ik wil hier even de klep voor open klappen. Nou, we gaan die eerste baan pakken. Ik zeg wel dat ik de safe, of ik zeg wel dat ik de steier bij de bieninstallatie zou staan, maar daar is natuurlijk helemaal niet aan, want die heb ik hier. Dus ik zelf in het rijden nog zelfs. Ik haal dat boel dus flink door elkaar, zoals je merkt. Nou, dit gaat wel lekker. De stroopbal ligt lekker op de vork, maar niet eens. Nou, zoals je nu ziet, schuift hij erop. Als het eigenlijk niet meer hoeft. Oh, nee, nee, nee. Ah, jongen, blijf er aan op liggen. Zo moeilijk is dat ook niet. Oh, ik moet wel voorzichtig aan doen. Straks ligt met de weer druk af. Pak een nieuwe. Even wegdraaien naar rechts. Ja, komt die andere komt er gelijk weer naar rechts toe rollen, die links van deze bal stond. Of een lach. Nou, deze blijft wel een in de bakje hangen, mag ik zeggen, gelukkig ook. Dan gaan we de eerste stroombal gaan we door de stalling spuiten.
Ja, zoals je ziet heb ik nu rechts in mijn display een icoontje zodat ik strook kan gaan spuiten. Dus dat gaan we ook maar eens doen. Deze stroobal wordt helemaal leeg opgespoten. We willen gewoon de eerste koeien aanschaffen. Oh, ik heb er zelfs al 10. Ik had de boel helemaal door elkaar, zie ik. Ja, ik doe er gewoon nog eens 10 bij. Moet de boel toch eens beter gaan scharen? Heb ik in de gaten. Nou, dan kan ik er wel een paar extra erin spuiten. Ik ga stroom halen. Zodat die mooi vol komt. Nou, zoals je ziet, de haan die loopt vast. Door mijn trekker heen. Kan ik dus geen rekening mee gaan houden. Het staat hier al over een uur nog. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Even achteruit hierin. Het nadeel hiervan, de trekkers, als ik bijvoorbeeld een ruitel schoon spuit, spuit ik gewoon gelijk de hele trekkers aan. Wat voor mij af en toe niet nodig is. Doe je laat niks tegen. Iets terug. Zo, en achteruit. Nou, ik kan ook wel een daltje hierop leggen, maar... Of die er komt erin blijven liggen is een tweede vraag. Of als die kan ik dat ook doen. Even kijken. Oh, vast hier kan ik ze ook de stroom er eens buiten. 0 vanaf hier. Stroobaltjes leeg spuiten. Nou, die zit gelijk in één keer goed op mijn vork. Heb ik wel zo mee, want diegene die erachter lacht die schoof al mee. Ik hoop dat ik nog goed vol ga krijgen. Nou, ik kan er nog een eind naar achteren. Maximaal van profiteren. Nou, ik weet niet of u de eerste aflevering van... Björn Holm heeft gezien. Ook met commentaar of verslag. Nou, die map bestaat al sinds de uitkomst van het spel. Nou, het is misschien wel eens leuk om daar ook afleveringen van te maken. Ik heb gelijk even wat extra koeien erbij aangeschaffen. Oh, de verkeerde knoppen. Dat doe ik bewust, want ik heb nog genoeg keldervoeren staan. Als ik het goed heb. Dus ik haal helemaal de boel door elkaar heen. Wat ik niet hoop. Ik ga eerst eventjes naar de bio-installatie.
Ja. Ik ga zo via deze achterkant. Met binnen door weggetjes ken ik inmiddels. Als ik straks gras ga maaien en ik heb het gemaaid. Oh, oh, oh. Dan kan ik als ik wil eventueel gelijk gaan schudden. Vervolgens in de zwol leggen. Balenpest gelijk wikkelen. Ik zal niet heel vaak met mest een weiland gaan bemesten of injecteren. Want een dag na het gemaaid hebben en als alles eraf is, dan staat er weer een nieuw kluitje met gras. Granen of mais, suikerbieten. Aardappels, dat zal ik wel gewoon de normale procedure blijven aanhouden. En de weilanden die ga ik bewust niet steeds bijhouden met mest. Want daarvoor heb ik te weinig continu. Dat heeft te maken met de combinatie van de trekker en de injecteertank. Het maakt niet uit wat voor injecteertank je voor de trekker ervoor gebruikt. Want de snelheid ligt maximaal gemiddeld op zo'n 19 km per uur, dacht ik. Ja, dat had ik gelukkig niet op elkaar. Er ligt nog genoeg hier op de bio-installatie. Dus we gaan even wat bio verkopen. Nou, zoals u dat heeft kunnen zien in aflevering 4, dat heeft genoeg op. Ik wil zeggen, waarom pak je dat niet, maar... Ik had de bak verkeerd. Nou, ik weet niet of ik het al verteld heb, maar mocht er straks de vraag komen naar tarwe, gerst, koolzaad, suikerbiet of aardappels. Als de vraag dan komt, dan... krijg ik gelijk een grote vraag. Dat had er ook een hoger bedrag voor betaald. Per bak. Of per kiepwagen die ik erin breng. Dat zal een mooi bedrag opleveren. Vooral bij de... gerst volgens mij die ik geoogst heb. Ik heb er op dit moment genoeg in de schoenen liggen, zoals je hebt kunnen zien. Dus mocht daar een melding zijn, dan is de kans aanwezig dat ik zo goed als alle gerst ga verkopen. Nou, mocht u zich afvragen hoeveel... aflevering er
van deze map ongeveer gemaakt zullen gaan worden. Ja, daar kan ik u helaas geen antwoord op geven. Dat is maar net de vraag hoe het gaat lopen. We hebben wel van plan om er aardig wat te gaan maken. Met verschillende activiteiten erin. Ik had het erover dat de inhoud van deze silo hoger was dan 50, maar dat is totaal niet zo. Daar heb ik me dus mee vergist in de map die ik gebruik van de game. Maakt op zich niet uit. We maken deze eventjes een mooi eindje recht vanaf we straks weer een hoger bedrag hebben. Ik denk dat we met deze inhoud die er nu nog ligt rond de 200.000 euro kunnen komen. Dat schat ik tenminste wel in. En waar ik het zaad heb heen gebracht van de graanoogst. Daarachter die schuren komen in de loop van de volgende aflevering ook nog schapen te lopen. Die zal ik ook aanschaffen. Die zijn trouwens een stuk goedkoper als koeien. Nou, die schapen gaan automatisch wol produceren. Dat komt dan op pellets te staan. En ook dat ga ik verkopen. Alleen moet ik even kijken waar het heen wordt gebracht. En ik heb zover ik weet nog geen plaats gezien waar ik dat heen kan brengen. Misschien dat er nog wel ook wel een melding van komt, maar dat gaan we wel zien in de loop van de tijd. Ja, we zitten nu bijna op 150.000 euro. Ja, zoals je ziet heb ik een gewicht aan de achterkant van de trekker hangen, dat doe ik bewust. Je weet nooit wat je tegenkomt met bepaalde actie waardoor een trekker haar gewichtsverdeling achterover of voorover kan stuiten. Ik vind het eigenlijk ook wel net zo makkelijk rijden met een bak aan de voorkant. Als je de nieuwe Holland die ik in de eerste aflevering heb verkocht, als je daar zonder gewicht aan de achterkant mee aan het werk gaat, nou ga je dat hij voorover klappert. Dat heeft ermee te maken dat de voorkant anders veel te veel gewicht hangt, waardoor de achterkant gewoon gigantisch licht wordt. Ik heb ook sinds een tijdje een zuidelijk Noorwegen. Daar heb ik ook een map van. Ik ben aan het kijken hoe dat precies in elkaar steekt. Het is nog steeds in die map flink zoeken hoe alles in elkaar steekt. Het kan best zijn dat als ik een gekke bui heb, dat ik zeg van joh, ik zet de camera aan en ik ga filmen. Dat daar ook eventueel een aflevering van komen. Moet nog even bekijken. Maar goed, dan zal het wel flink zoeken worden, want ik ben al een beetje aan het speuren geweest, maar je kunt er niks vinden. Maar, althans, je kunt het wel vinden, maar onthouden is een tweede. Gezien de inhoud van de map.
Dat schiet er harder op hier. Dat gaat mooi zo. Nou, in de volgende aflevering ga ik verder met de balenpessen. Van het stro, of dat wat er ligt. En dan ga ik eventueel ook opnieuw gras maaien. Of opnieuw, gewoon een gras maaien. En als ik dan deze silo leeg genoeg krijg. Waardoor minder dan 1% ligt, dan kan ik dat ook weer daar in deze silo het gras brengen. Goed aanrijden, dan vervolgens ook weer verkopen. Of cel eroverheen. En laten omzetten tot kelvoer, dat ik het eventueel kan verkopen. Dit was het voor deze aflevering. Ik zal nog even gaan doorspoelen dat hier ook op 0 staat. Dan staat dat nu. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden deze aflevering. En ik hoop u terug te zien in de volgende aflevering, namelijk aflevering nummer 7. Tot ziens.